En ik vind het hartstikke mooi dat ik vandaag het zilveren of het jeugdpolske heb. Dat maakt aan Jan, omdat ze hem dik verdienen heeft. Super, gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit is dan het Aike. Ze voelt het juster in de bouwgroen bij Burgwert. Doet ze met heid onder het ziekenhuis wie. Nou ja, we gingen in een ander weiland lopen. En toen ging ik heel goed kijken naar een zokje, hoe die opvliegt. Dus ik ging kijken, hij vloog eerst heel laag. Dus toen ging ik, en toen hij maakte helemaal geen geluid. Dus ja, toen dacht ik, daar moet wat liggen, anders kan het niet anders. Dus daar lag ook een ei. En ik hoop de stoletter, als een trotse moeder, misschien ik nog eens een keer maar die ben, als ik je moest. Maar dat me wel grauw was je. Dit herst. Het is voor de derde keer dat ze het eerste lierpaai vindt. Wat kunnen we van haar leren? Nou ja, mijn tactiek is om gewoon niet het eiland te verstoren en gewoon in een ander eiland, weiland lopen en dan gewoon kijken hoe het jokje op gaat vliegen en zo. En als je als jeugd winnen, krijg je deze belening van de deputière. Het zilveren polske. Die award in je handen, wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel tof. Vind je hem mooi? Ja, heel mooi. Waar gaat hij staan? Heb je al een plekje in de gedachten? Ja, ik denk op mijn nieuwe kamer gaat hij staan.